Ja, ik moet u zeggen dat ik ook over die periode na 45... Nou, ik moet eigenlijk beginnen met Pearl Harbor, omdat de Frans die heeft handig genoeg die oorlog aan mij gelaten. Daar ga ik dus gewoon helemaal niet zo verschrikkelijk veel over zeggen. Maar eerst moet ik eigenlijk de vraag stellen aan mijzelf en ook een beetje aan u. Hoe richt je nou de geschiedschrijving van de Verenigde Staten in? Hoe moet je dat aanpakken? Bijvoorbeeld in dit geval dan de periode van Pearl Harbor tot op de dag van vandaag. En u weet, als u ooit een boekje over Amerika heeft gelezen, dan weet u dat de meest gangbare conceptuele structuur is dat je gewoon de presidenten neemt. Dus je begint in dit geval dan met Franklin Roosevelt, dan die gaat dood in april 45 en dan krijg je heel onverwacht Truman. En dan dacht iedereen dat het een beetje een lulletje was, maar dat bleek ik een hele aardige president te zijn. En dan krijgen we Eisenhower en dan krijgen we Kennedy, die komt op een wit paard door de hal gegaloppeerd. He, volkomen ten onrechte, by the way. En dan krijgen we Lyndon Johnson, de enige echte grote politicus van het stelletje eigenlijk. En dan krijgen we Nixon, waar ik heel onverwachte dingen over ga zeggen. En zo verder tot Obama, he, die nu net herkozen is tot ieders vreugde. Want wie van u zou op Romney hebben gestemd als die had kunnen stemmen? Maar soms zit er zo'n bejaarde man in de zaal die dat wel had willen doen. Het zijn altijd bejaarde mannen die wel op Romney hadden willen stemmen. Waar je denkt van ja, hè, je hoort ze denken, die negers, dat daar heb ik het helemaal niet op. Hè. Ook niet in het Witte Huis eigenlijk. Wat veel Amerikanen overigens ook denken. Maar de vraag is natuurlijk, moeten we dat nou wel doen? Moeten we die geschiedschrijving conceptualiseren aan de hand van die presidenten? En ik heb me daar zelf ook uitgebreid aan schuldig gemaakt. Als u de herdruk van dat prachtboek leest, dan zult u zien dat de conceptuele structuur van dat boek na de oorlog, dat volledig was opgehangen aan al die presidenten. Maar ik ben eigenlijk ondertussen, decennia later, tot totaal andere inzichten geraakt. Eigenlijk ben ik nu van mening dat die presidenten er bar weinig toe doen. Ja, het is fijn dat Obama gewonnen heeft, maar feitelijk zijn de presidenten in het algemeen mensen van betrekkelijk magere talenten. Overigens, afgezien van Lyndon Johnson, geloof ik eigenlijk dat er geen echt grote politicus bij zit. Maar die, ook als ze eigenlijk wel van grote talenten zijn, dan zijn ze gevangen in het raamwerk van hun tijd. Zij zijn slachtoffers van de waan van de dag. Nou ja, van de week, van het decennium, wat u maar wil. En ze hebben eigenlijk heel weinig individueel bij te dragen aan de loop der dingen. En wat we dus eigenlijk moeten doen is een analyse maken van de loop der dingen. Waardoor wordt de loop der dingen bepaald? Nou, niet door de president. Ik kan ze u nog wel even langslopen. He, u weet, nou ja, Truman was het geworden omdat Roosevelt dood was gegaan. En Truman was het vice-president geworden omdat ze Wallace niet wilden, want die vonden ze veel te progressief. En in 1948 dacht iedereen dat Truman wel gewipt zou worden en dat het Dewey zou worden. Wat was Dewey voor man? Een hele gematigde, betrekkelijk progressieve republikein. Zou het ene zak hebben uitgemaakt als het Dewey was geworden, zoals de Chicago Tribune dacht. Hij heeft vast wel die krant ooit gezien, Dewey win. Het had naar mijn idee totaal niets uitgemaakt. Nul. Voor de loop der dingen. De Sovjet-Unie zou zich ongeveer op dezelfde wijze hebben gedragen. Het herstel van Europa was niet fundamenteel anders gelopen. Het congres had zich niet fundamenteel anders opgesteld. Ik vind het verder fijn dat Truman het is geworden, hoor, want die Dewey was wel een nog grotere nul. Ja. Nou, toen werd Eisenhower het. Stevenson verloor. De lieveling van de intellectuelen. Een groot retoricus, maar was Stevenson een progressieve man? Nou, voor geen meter. Ik ga er even vanuit dat u allemaal een beetje progressief bent, dus dat u dat wel fijn vindt als er een progressieve president komt. He, daarom vindt u het fijn dat Obama het is geworden, omdat u daar meer verwantschap mee voelt dan met Romney. Daar komt het eigenlijk een grote trek op neer. Uit onderzoek bleek dat slechts 2% van de Nederlandse bevolking op Romney zou hebben gestemd. Waarbij je dan denkt, dat zullen een enkele demente ex-kolonel die nog de VVD nog te links vindt. Hè? Iets in die geest zal het zijn uit Hardenveld, Giessendam. Maar zou het iets hebben uitgemaakt als het niet Eisenhower met enorme meerderheid was geworden? Het zou Stevenson zijn geworden. Die met name ook bijvoorbeeld op het punt van de civil rights helemaal geen nieuwlichter was en zo. Ik denk dat het niets uitgemaakt zou hebben.
voor de loop der dingen in de jaren 50. Voor de Koude Oorlog, voor de macro-economische ontwikkeling. Het had geen bal uitgemaakt. En dan komen we natuurlijk aan het moment waarop u denkt, maar Nixon en Kennedy, die Kennedy, dat is toch uw allerheld. U heeft misschien thuis wel een plaatje van hem opgehangen. He, terwijl die Kennedy natuurlijk ideologisch gesproken, waren Kennedy en Nixon gewoon een tweeling. Ja, Kennedy zag er vlotter uit en had meer succes bij de dames. Maar in feite was er geen enkel fundamenteel ideologisch verschil tussen Richard Nixon en John F. Kennedy. Sterker nog, waren allebei eigenlijk volledig ongeschikt voor het ambt. En dat komt omdat Nixon was depressief en die zoop en die slikte rare pillen. Ik geloof een soort van Ritaline voor avant la lettre, iets in die geest in ieder geval. Waardoor hij soms een hele vreemde stemming raakte. He? Ja, daar gaan we nou verder niet. Ik ga niet op de details in, want ik heb mijn tijd straks nodig voor al die belangrijke macro-economische ontwikkelingen natuurlijk. En Kennedy was totaal onbetrouwbaar. Kennedy die vreem met een Oost-Duitse spionne. Kennedy hield het met de vriendin van Sam Giancana, de grootste maffiabaas van de Verenigde Staten. Tot J. Edgar Hoover kwam zeggen, als je er niet mee ophoudt, dan hang ik het aan de grote klok. Elke dag twee dames. Hij had twee secretaresses in het Witte Huis werken die helemaal niet konden typen. Ja, ik laat maar open wat ze dan wel konden natuurlijk. Dus in die zin, Kennedy gedroeg zich totaal onverantwoordelijk. Totaal onverantwoordelijk. Vervuld van hubris. Van arrogantie. De arrogantie van het geld en van een familie die het gemaakt had. In feite hetzelfde type korballen arrogantie als van George W. Bush. Heel anders dan zijn vader. Een bescheiden man, een intelligente man, geen groot president, maar toch. Maar zijn zoon was een arrogante eikel. Vandaar dat we 8 jaar onbeschrijfelijke narigheid met die vent beleefd hebben. Wat hebben we nu nog? Nixon en Humphrey, had dat iets uitgemaakt? Ook niks. Ja, Humphrey, oh, nou ja, zag er ook raar uit eigenlijk, wel beschouwd. En wat hebben we daarna? Gerald Ford, hè? Waarvan Lyndon Johnson zei, Jerry is so stupid that he cannot fart and chew gum at the same time. Nou, dan heb je het wel gehad eigenlijk. Hè? Hij is wel heel oud geworden, dat wel. Waarschijnlijk gewoon omdat hij weinig nagedacht heeft. En dan krijgen we Jimmy Carter. En ik zal u zo laten zien dat ook Jimmy Carter in feite een resultaat van zijn tijd is. Dat hij eigenlijk veel meer lijkt op Ronald Reagan dan op wat u denkt dat hij op lijkt, namelijk dat hij een progressieve democraat was, want dat was hij helemaal niet. Dat was hij totaal niet. Hij hoort bij de jaren 80. Nixon hoort bij de jaren 60. En, nou ja, Gerald Ford hoort dus nergens bij. En Jimmy Carter hoort bij de jaren 80. En dan denkt u, Ronald Reagan, iemand hier vooraan zei het al, waarschijnlijk een bewonderaar, hè, die alle postzegels van Ronald Reagan bij elkaar gespaard heeft. Of de voetbalplaatjes. Nee, ik zal u laten zien dat Ronald Reagan niet veel meer is dan de woordvoerder van een immense beweging die al lang opgestart was toen hij president was. Maar omdat hij de belangrijkste woordvoerder van die beweging was, die, zoals ik ook zal laten zien, niets dan onbeschrijfelijke narigheid heeft aangericht in de wereld, lijkt hij enorm belangrijk. Maar was hij het ook? Dat had ook niet zo verschrikkelijk veel uitgemaakt eigenlijk. Als Jimmy Carter was herkozen, u zult het zien, was de loop der dingen niet wezenlijk anders geweest. Nou, dan krijgen we Bush senior. Nou ja, dat was gewoon de derde termijn van Reagan die hij niet kon krijgen vanwege dat amendement dat wat de termijnen tot 2 stuks beperkt. En dan vervolgens krijgen we Bill Clinton, uw allerlieveling. Hè? U heeft laatst weer gekeken naar die conventie. God, die Bill, dat is toch een gezelligerd, hè? En zo'n fijne spreker ook, eigenlijk nog beter dan Obama, want je kunt er ook bij lachen, nou dat is nog mooier eigenlijk. Bill Clinton, zult u zien, is bij uitstek een slaaf van zijn tijd geweest. Hè? De grote deregulering waar we het over gaan hebben, is onder Clinton gewoon doorgegaan. Clinton was net even neoliberaal als Wim Kok, vandaar dat ze ook leuk met elkaar op konden schieten. Obama, maakt het wat uit. Ik heb mezelf natuurlijk wijsgemaakt dat het wat uitmaakt. En
Ik was dolblij dat hij herkozen werd. En er stond een ontzettend lollig lijstje, ik geloof in de New York Times, van wat er niet ging gebeuren omdat Obama was gekozen. En dat was eigenlijk een veel leuker lijstje dan wat er wel ging gebeuren, want niemand weet wat er wel gaat gebeuren. Want daar heeft hij niks over gezegd in de campagne, wijselijk. Ja, dus wat moeten we dan dus wel doen? Wat moeten we analyseren om een kijk te krijgen op de ontwikkeling van de Verenigde Staten, in dit geval dan sinds Pearl Harbor? Daarvoor moet je natuurlijk kijken naar de macro-economische ontwikkeling van de Verenigde Staten. De positie van de Verenigde Staten is op 7 december 1941 een totaal andere dan die op dit moment in de wereld is. Ik weet niet precies waar het hoogtepunt van Amerikaanse superioriteit heeft gelegen, maar ergens tussen 1940 en 1965. Want iedereen weet dat de Amerikanen natuurlijk op de terreinen waar ze traditioneel superieur waren, op het terrein van de massaproductie van industriële goederen, dat ze daar al lang niet meer number one zijn in de wereld, dat er allerlei lui zijn die dat veel beter kunnen dan de Amerikanen. Die ook, als u een beetje rondkijkt, als u er wel eens geweest bent, eigenlijk zelf betrekkelijk waardeloze producten maken. Het is altijd een beetje lomp. Hè? Het is geen high-tech. Hè? Als u ooit een Audi van binnen heeft bekeken en daarna bekijkt u een Amerikaanse auto, dan zult u direct zien dat daar een enorm verschil is. Dat vinden ook Amerikanen met geld ook. Die kopen namelijk Audi's. Groot gelijk, want dat zou ik ook doen als ik in Amerika woon. Hier zijn ze een beetje prijzig vanwege de BPM. Ja, dus je moet kijken naar de macro-economische ontwikkeling. Dat gaan we nu zo doen. Aan die macro-economische ontwikkeling is natuurlijk ook een ideologische en beleidsmatige ontwikkeling gekoppeld. Ja, want op een goed moment zullen we zien, gaat het wat minder en dan moeten ze wat anders zien te verzinnen. En dan doet zich in feite een nieuwe ideologische oplossing, lijkt zich voor te doen. Daar moeten we het over hebben. Dan is er natuurlijk de kwestie van de migratie. Zowel de interne migratie, die Frans al deels heeft laten zien, maar die doorgaat na de Tweede Wereldoorlog op grote schaal, waarbij in feite een groot deel van de zwarte plattelandsbevolking uit het zuiden verhuist naar de grote steden in het noorden. Dat is de interne migratie. Dat is ook een omvangrijke externe migratie. En die betreft eigenlijk dat, Frans vertelde, de immigratie wordt stopgezet in 1924. Er zijn betrekkelijk weinig immigranten tot ongeveer halverwege de jaren 60. En daarna begint dat circus met die migratie weer volop te draaien. Het zijn er nu 1 miljoen per jaar ongeveer. En de illegale weten we niet precies. Hoeveel er over die muur klimmen daar in Texas, dat is ons onbekend. Of door vigilantes van de weg geschoten worden, dat weten we niet precies. Ja, zover zijn we in Nederland eigenlijk nog niet. Hè? Dat er speciale vrijwillige brigades van polenschutters ontstaan. Maar wie weet wat de toekomst ons gaat brengen. Ja, Amerika groeit snel demografisch, ongeveer 10 miljoen zielen per jaar. Ze krijgen ook aanzienlijk meer kinderen dan in de meeste West-Europese landen, ongeveer net genoeg voor vervanging. Dus plus migratie is het een heel snel groeiende bevolking. En als u even op heeft gelet waarom Obama heeft gewonnen, dan weet u eigenlijk dat dat gerelateerd is aan die enorme demografische veranderingen die zich daar in de afgelopen 40 jaar hebben voltrokken. Van de blanke Amerikanen die gestemd hebben, heeft maar 38% op Obama gestemd. En van die 38% kan ik u verzekeren, is vrijwel iedereen onder de 30, behalve de academici. Dat is een heel apart slag, dus die wonen in een soort van ivoren torens in het land, volledig geïsoleerd van de rest van de bevolking. Behalve misschien in steden als Boston of San Francisco. Dus het zijn voornamelijk mensen onder de 30. En dan zijn het nog voornamelijk vrouwen onder de 30. Want als er geen vrouwenkiesrecht zou hebben bestaan, zou Obama niet zijn gekozen. Er gaan ook meer vrouwen stemmen dan mannen. 53% van het electoraat bestond uit vrouwen. En 47% uit mannen. En daar kunt u dol en dol blij mee zijn, want anders was hij waarschijnlijk niet gekozen. Zoveel verschilt het niet in de popular vote. Ik ben ook een warm voorstander, en dat zeg ik u niet om de dames een plezier te doen, van de tijdelijke afschaffing van het mannenkiesrecht. Ja, dat zou in allerlei opzichten in de westerse landen echt een hele gunstige ontwikkeling kunnen starten. Echt waar. Het is ook zo wonderlijk, getrouwde vrouwen stemmen meer op Romney en ongetrouwde vrouwen stemmen meer op Obama. En omdat de ongetrouwde vrouwen veel sneller groeien dan de getrouwde vrouwen, is dat ook weer een leuke factor. En dan van de Latino's,
de snelst groeiende en na de zwarte de grootste minderheidsgroep in de Verenigde Staten, heeft 70% op Obama gestemd. Hoe komt dat zo? Omdat de Republikeinen de afgelopen paar jaren alles gedaan hebben om de Latino's zoveel mogelijk te beledigen. Een beetje Geert Wilders-achtige retoriek. U kent die retoriek wel. Hardwerkende Nederlanders die op moeten komen voor, nou ja, Romney in de bocht, de moetsers in de grote steden. Ik ben met zo'n bus door Amerika gereden. Sorry dat ik u even daarmee lastig val. Dan werd je altijd aangesproken door de oudere blanke Amerikanen. Meestal door de vrouw. De man bleef op 7 passen afstand staan. Die zag je denken, wat is dat voor gevaarlijk volk? En dan kwam zo'n oudere Amerikaanse vrouw, die kwam dan op me af en die zei van, ja, wat is dat eigenlijk? Wat doet u hier met die rare bussen zo? Nou, dan legde ik uit dat ik president van de Verenigde Staten hoopte te worden en dat mijn hoofdprogrammapunt was om Nederland de 51ste staat van Amerika te maken, want dan zou ik met terugwerkende kracht in Amerika zijn geboren en dus ook president kunnen worden. Ja, nou, als ze dat helemaal begrepen hadden, zag je ze, ah, en dan zeiden ze altijd, al die oudere dames zeiden hetzelfde, maar dat, nou, die moeite hoeft u helemaal niet te doen. We hebben nou een president die is in Kenia geboren. Dus de, hè, dat is echt onzin. U moet dat een beetje handig aan de steel steken. Hè, u verzint een geboortebewijsje uit Bangor of zo en klaar is Kees. Hè, een digitaal geboortebewijsje, klaar is Kees. Dat was hun idee. En dan zei ze er altijd achteraan. En ook met de stem iets zachter van, wist u wel dat die man in het Witte Huis, dat die van plan is om onze spaarcentjes af te pakken en aan de moetsers in de grote steden te geven. Dat is het grote plan wat erachter zit. He, dus die blanke Amerikaan die voelt ook natuurlijk wel wat er door die immense migratiebeweging, door die demografische veranderingen, gaande is. En zijn we 20, 30 jaar verder, dan zullen de blanken een minderheid vormen in de Verenigde Staten. En dat wekt natuurlijk allerlei angstcomplexen. Ja, dus dat moet je ook meetellen, de demografische veranderingen. En dan is er natuurlijk nog een derde factor na de Tweede Wereldoorlog, namelijk de strategische confrontatie met de Sovjet-Unie, die de Verenigde Staten een immense hoeveelheid geld heeft gekost, omdat ze dat altijd schromelijk hebben overdreven. En dat doen tot op de dag van vandaag. In feite is het militaire budget ongeveer 1.000 miljard dollar... Ze zeggen 700 miljard, maar in feite met allerlei extra budgets kun je rustig rekenen met dat het ongeveer $1 biljoen is. Met de helft zouden ze goed toekomen, echt waar. Ze zouden flink kunnen bezuinigen, maar u begrijpt dat licht. Waar stemt het Amerikaanse congres onder alle omstandigheden voor belastingverlaging en verhoging van het Pentagon-budget? Dat zijn twee dingen, daar hoef je ze niet eens wakker voor te maken. Je geeft ze een kleine elektrische stoot en dan doen ze meteen wat ze moeten doen. Ja, laten we eerst kijken naar de macro-economische ontwikkeling. En daarvoor doen we toch een heel klein beetje Tweede Wereldoorlog. Wist u dat de Amerikanen in de hele Tweede Wereldoorlog minder mensen verloren hebben bij gevechtshandelingen dan de Sovjet-Unie bij de slag om Koersk, die niet veel meer dan een week of 3-4 geduurd heeft? Dan heeft u een beetje een idee hoe groot de verschillen waren tussen de ervaring van de Tweede Wereldoorlog tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Je zou haast zeggen, als er iemand ooit een empire verworven heeft in een fit of absent-mindedness, dan waren het wel de Verenigde Staten na de Tweede Wereldoorlog. De meest bijzondere prestatie van de Verenigde Staten in de Tweede Wereldoorlog, want dat vechten hield niet over, gelooft u vooral die oorlogsfilms niet, waarin de Engelsen en de Amerikanen van fantastische vechtjassen zijn en de Duitsers van een ongekende stomzinnigheid. He? Rommel die met zijn tanks recht op de Engelsen afrijdt. Ik bedoel, de Duitsers konden, ja, dat kun je tegenwoordig ook wel zeggen zonder meteen opgesloten te worden. De Duitsers konden eigenlijk onder alle denkbare omstandigheden stukken beter vechten dan de geallieerden. Ze waren wel eens bang, maar meer voor de Russen die tot de dood erop volgden doorvochten dan voor de Engelsen en Amerikanen. Daar lagen ze niet wakker van, eerlijk gezegd. Ja, of ze het nog kunnen, dat weet je niet. Hè? Maakt u zich er wel eens zorgen over, of niet? Ik kijk niet. Sinds Merkel er is, maak ik er helemaal geen zorgen meer over. Ik heb zelfs een enorme sympathie voor Merkel opgevat. En met de gepruts van Rutte heb ik ook wel eens gedacht, zou Merkel Nederland er niet bij kunnen doen op maandagochtend?
Dat lijkt me wel... Ja, dan weet je tenminste dat het min of meer redelijk in orde komt met die Rutte. Dat is... Ja, laten we eens kijken naar die macro-economische ontwikkeling. De meest bijzondere prestatie van de Verenigde Staten was de oorlogsproductie. Eigenlijk min of meer uit stand in 1940 hebben ze fabrieken gebouwd en hebben ze in hun pieren eentje veel meer dan de helft van al het geallieerde oorlogsmateriaal geproduceerd. Daarmee overigens de crisis eindelijk oplossend. Voor zover de depressie is opgelost, is die opgelost door de Tweede Wereldoorlog. Wat dat betreft zou je ook op dit moment... Nou ja, wereldwijd misschien eens naar een situatie kunnen zoeken... waar flink wat productie noodzakelijk is. Ze produceerden zo ontzettend veel. Wist u dat de Ford-fabrieken hebben meer oorlogsmateriaal geproduceerd dan de hele Italiaanse industrie? Dan geef ik toe, dat is een beetje scoren voor open doel, maar toch, dat geeft het een beetje aan. Ford-fabrieken hebben een fabriek gebouwd waar elk uur een B-25 uitrolde. En dat is nog wat anders dan een autobouwer. Dat een B-25, die heeft, weet ik hoeveel onderdelen heeft een auto, 5000 of zo, maar een B-25 heeft er, weet ik veel, misschien 10 of 100 keer zoveel. Het kost ook even moeite om de zaak aan de gang te krijgen, maar het was een immense prestatie in feite. Geen land ter wereld had in 42 of 43 een fabriek kunnen bouwen waar elk uur een B-25 uitrolde. Geen land ter wereld had dat kunnen doen. Terwijl als je nu een vergelijkbare prestatie zou vragen, zou u dat dan in Amerika doen? Japan, Duitsland, China. Waar zou u heen gaan? China, zegt u. Ja... Ik geloof dat ik Merkel zou bellen. Ja, u ziet het. Ja, ik ben helemaal voor Merkel gevallen. Die broekpakken, dat vind ik iets geweldigs. In 1944 was de Amerikaanse oorlogsproductie zo groot dat ze de productie stil hebben gezet en dat ze niet meer beschikten over de mogelijkheden en de tijd om die hele productie ook naar de diverse fronten te transporteren. De Amerikanen hebben in de oorlog 16 maal zoveel oorlogsschepen gebouwd als de Japanners, die toch ook lekker doorgebouwd hebben. En zo kun je hele reeksen van cijfers geven. Misschien is wel het meest leerzame cijfer dat de Duitsers nog in de Tweede Wereldoorlog, en de Weermacht was verreweg het beste en modernste leger ter wereld, dat de Duitsers miljoenen paarden gebruikten. En het Amerikaanse leger was het eerste leger ooit in de menselijke geschiedenis wat geen gebruik maakte van paarden, omdat iedereen gemotoriseerd was. Dan kun je een beetje aanzien waartoe Amerika in staat was. Die oorlogsproductie die maakte dus een eind aan de depressie. Toen die ophield en toen die 11 miljoen mensen die ze onder de wapenen hadden geroepen weer terugkeerden naar Amerika, was het algemene idee eigenlijk dat die depressie weer terug zou komen. En er waren wel wat frictieproblemen in de allereerste jaren na de Tweede Wereldoorlog, maar in feite gebeurde dat helemaal niet. De economie groeide pittig door. Tussen de late jaren 40 en het begin van de jaren 70... is ook in Amerika het gezinsinkomen nog verdubbeld. Het is nog veel sterker gegroeid in West-Europa en Japan, maar dat ligt voor de hand omdat het startpunt veel lager was gelegen dan het startpunt van de Verenigde Staten. En in de Verenigde Staten werd in zekere zin een welvaartswonder verricht. Want industriearbeiders konden in de suburbs weliswaar een klein huisje, maar toch een huisje kopen. En ze konden een Chevrolet kopen en ze konden gaan barbecuen, ook zo'n achterlijke gewoonte. Maar goed, dat is nu eenmaal, dat is geloof ik ook uit Amerika afkomstig, ik weet niet. Maar goed, ja, ook Amerikaanse industriearbeiders konden het leven leven van de middelklas. Konden zonder grote zorgen in feite een aangenaam bestaan hebben. Wat in de laatste 10, 15 jaar veel en veel problematischer is geworden. Houd dat nog even in de gaten, dat contrast. Maar tot zeker halverwege de jaren 70 is net als in West-Europa, en denkt u ook aan Japan, is in feite sprake van snelle welvaartsgroei. Dat zijn de zogenaamde golden years. In het hele Westen zijn dat de golden years. En dat was in de Verenigde Staten ook zo. En omdat de Verenigde Staten vanaf een veel hoger punt startte, niet waar, was die welvaart in de Verenigde Staten ronduit spectaculair.
Vergelijkenderwijs, ik heb het vaak verteld, ik kreeg twee nichtjes op bezoek uit Amerika in 1954 en die hadden allebei een eigen camera. Nou, ik was echt stik en stik jaloers. En ik heb toen gedacht van, weet je wat, ik word Amerika-deskundige. Misschien krijg ik dan ook een fototoestel later. Dat was mijn idee eigenlijk. Maar voor mij was het het symbool van een samenleving waarin in feite alles mogelijk was. Waarin een kind ook een camera kon krijgen. En waarin iedereen een geweldig grote auto had. He, je keek ook met een zeker verlangen naar die advertenties in Life en Look en Saturday Evening Post. He, dat je denkt, hoe is het mogelijk dat zoiets bestaat? Ja, al die jaren is het ook in Amerika ontzettend goed gegaan. En net als trouwens in West-Europa raken eigenlijk die moderne, schatrijke industriestaten in de loop van de jaren 70 in de problemen. En waar ligt dat aan? Dat ligt eigenlijk aan die steile welvaartsgroei. Dat ligt aan de enorme stijging van de loonkosten. En dat ligt aan de opkomst van concurrenten. En in Amerika speelt dat een niet onbelangrijke rol. Ooit was de Amerikaanse auto-industrie het wonder van de wereld. De meest productieve industrie die er op de wereld bestond. Ik geloof dat nog in 1950 de Amerikaanse autofabrieken 4 maal zo productief waren als Japanse fabrieken, die toen waarschijnlijk alleen nog maar van die 3-wiel aangedreven melkkarretjes maakten, dat weet ik niet precies. Maar in 1970 bleek er in Japan autofabrieken te zijn die efficiënter produceerden dan Amerikaanse fabrieken. De Amerikanen hebben het ergens een beetje laten liggen. Waarschijnlijk ook uit een soort hoogmoed, uit het idee, we kunnen het toch veel en veel beter. Dus waarom zouden we ons in godsnaam druk over maken? En ja, er werden wel wat Mazdaatjes geïmporteerd, maar daar lagen ze ook helemaal niet wakker van. Maar dat bleek uiteindelijk niet waar. Het immense breekijzer waarmee de Amerikaanse automarkt is opengebroken. En als u er nu rondrijdt, hangt een beetje vanaf waar u bent, of u in de Great American Heartland bent, want dan zijn het allemaal nog van die rare pick-ups. Maar als u in Boston bent, ik schat dat daar 3/4 van alle auto's is van Japanse of van Europese makelij. En dat hebben ze gewoon laten liggen. Dat was de grootste automarkt ter wereld. Bediend door de meest efficiënte, modernste autofabrieken ter wereld. En dat is dus, nou, daar ziet u één symbool van een punt waar Amerika simpelweg gepasseerd is door de concurrentie. Wat ook een rol speelt in de Verenigde Staten zijn de enorme woelingen die zich in de jaren 60 hebben voorgedaan. Trouwens, dat heeft wat dat betreft, laat ik dat meteen even zeggen, die grotere patronen ziet u even goed in de Verenigde Staten als in de meeste West-Europese landen. Je hebt ook heel aardige boeken waar die dingen met elkaar vergeleken worden. En natuurlijk zijn er institutionele verschillen en er zijn historische verschillen, maar in feite zijn de grotere patronen zijn steeds dezelfde. Die hele periode, 45 tot zeg maar 75, opereert er eigenlijk een brede maatschappelijke consensus. Vandaar dat het er ook geen reet toe deed wat die presidenten ervan dachten. En in die brede consensus konden werkgevers, werknemers en de overheid elkaar goed vinden. En die hadden ook een soort breed beleidspakket wat ze gezamenlijk hadden ontwikkeld. En de bedoeling was dat de economie redelijk aan de gang gehouden werd, dus zeg maar evenwichtige economische groei. En dat er ook een soort minimale verzorgingsstaat zou zijn, ook in Amerika, vergeet u dat niet, is een verzorgingsstaat. Daar is Roosevelt de fundamenten voor gelegd, Social Security. En dat is eigenlijk in de jaren 40 en 50 langzaam uitgebouwd. Zei Eisenhower toen hij president werd, republikeinse president, weg met al die rimram van de New Deal? Absoluut niet. In feite zie je dat in de jaren 50, natuurlijk ook onder druk van het Democratische Congres, stap voor stap die voorzieningen van de Amerikaanse verzorgingsstaat verder werden uitgebreid. Ja, op sommige punten is de Amerikaanse verzorgingsstaat schraal, maar mijn neef in Boston, kan ik u onthullen, krijgt precies evenveel AOW samen met zijn vrouw als ik met mijn echtgenoot in Utrecht. Dus voordat je gaat denken van het is daar niets dan armoede en ellende. Het is in Amerika enigszins afhankelijk van je arbeidsverleden. Dat is het fijne in Nederland. Ook als je hele leven geen reet hebt uitgevoerd, krijg je toch AOW. Er zijn mensen die verlangen er al naar, nou ja, vanaf hun 23ste bij wijze van spreken.
Dat is in Amerika ietsje anders. Het ligt ook een beetje aan de staat waar je bent. Massachusetts is een heel fatsoenlijke staat. En daar zijn die dingen prima geregeld. En als je in Louisiana woont, ja, dat is te vergelijken met Honduras. En dan hebben ze het in de Honduras in allerlei opzichten nog beter voor elkaar. Want dat is ook iets wat u eigenlijk steeds, moet u zich dat bedenken, hoe enorm groot de verschillen zijn tussen de verschillende staten van de Verenigde Staten. Echt veel groter dan u denkt. Ga nou volgend jaar eens even naar Boston met een leuk reisje. Een dure stad, dure auto's, ziet er allemaal tip-top uit, prachtig museum. Dat doet u een weekje en dan vliegt u naar New Orleans. Daar gaat u een beetje rondlopen, gewoon gezellig wandelen. Hopelijk overleeft u het. U gaat even in Ward 9 kijken. Dat is die wijk die onder water is gelopen toen met Katrina. Ik ga dat niet beschrijven voor u, maar u zult ervan te kijken staan. En dan gaat u nog een beetje in de achterbuurten van New Orleans lopen. Dat is erger dan Honduras. Ja, daar ben ik nooit geweest, maar ik heb van Honduras een soort gruwelijk droombeeld in mijn hoofd zweven. En ik weet daar plekken dat je denkt. En dan rijdt u, als u dat allemaal gedaan heeft, rijdt die Louisiana, rijdt u in. De binnenlanden van Louisiana rijdt u in. U raakt binnen een uurtje ervan overtuigd dat u op een geheimzinnige wijze door een gat in de ruimte-tijdcontinuum dat u in de derde wereld bent binnengereden. Het is ongelooflijk. Wist u dat het inkomen per hoofd van de rijkste staat in Amerika meer dan 2 maal zo groot is als dat in de armste staat van de Verenigde Staten? De verschillen zijn gigantisch. De culturele verschillen zijn gigantisch. Vaak worden min of meer andere taal gesproken. Nogmaals, het is een continentale staat. En u moet enorm oppassen dat u niet dat rare postzegelgrote landje waar wij wonen, dat u dat niet als het ware projecteert op de Verenigde Staten. Je bent altijd geneigd om dat te doen. En dat moet u dus niet doen. Er was dus een brede consensus over het beleid wat er door overheid, werknemers en werkgevers moest worden gevoerd. In Amerika is altijd wat meer gestaakt dan in Nederland, maar in feite bestond er ook een vrij brede arbeidsvrede in de Verenigde Staten. En dat hele consensuspatroon raakt eigenlijk in de loop van de jaren 60 in het ongereden. En wordt vervolgens in de jaren 70 versterkt doordat ook dat wonderbaarlijk efficiënte, snel groeiende economische apparaat in de problemen raakt. Je kunt je wel voorstellen, in Nederland is dat ook gebeurd. De loonkosten stijgen, dan prijzen allerlei industrieën waarbij de loonkosten een belangrijk onderdeel vormen van de totale kosten van het product. Die prijzen zichzelf uit de wereldmarkt en dan moet je ergens anders gaan produceren. Dus dit gebeurt, dus het systeem zelf, de groei, raakt er langzaam uit. Bovendien neemt de inflatie toe in de jaren 70 en doet zich in alle rijke industrielanden het fenomeen van de stagflatie voor. Volgens de Keynesiaanse beginselen kon dat helemaal niet. En er leek ook geen kruid tegen gewassen. De inflatie was zelfs in de jaren 70 in Amerika hoger dan die in Nederland was. In Nederland, kan ik u verzekeren, was die ook fors. In Nederland was die wat lager omdat wij tegen Duitsland aangeplakt liggen. Waar het nog lager was dan elders, maar zelfs in Duitsland was inflatie. Dus dat systeem haperde. Terwijl wij allemaal geleerd hadden in de jaren 60 aan de universiteit dat het zou eeuwig doorgroeien. We zouden eeuwig 6%, 5%, 7% per jaar groeien. Ik geloof zelfs dat er in Nederland een jaar is geweest waarin de inkomens met 14% toenamen. Ja, en niet in begin jaren 60, dus daar zat nauwelijks inflatie in. Had u een beetje idee hoe snel die welvaart toenam? En er was een tweede punt in de jaren 60, wat zich overal voordeed, dat zich allerlei oppositiebewegingen formeerden die beweerden dat het kapitalisme in allerlei opzichten een systeem was wat voor geen meter deugde en wat grondig zou moeten worden hervormd. In Nederland had je bijvoorbeeld een radicalisering van de vakbeweging. In Amerika was niet zozeer sprake van een radicalisering van de vakbeweging, maar wel van tal van oppositiegroepen die zich inzetten voor het milieu, voor de vrouwenemancipatie, voor alle mogelijke zaken. En bovenal natuurlijk voor de emancipatie van de zwarte. Die in feite heel voorzichtig stap voor stap was begonnen in de jaren 50. Het was niet hard gegaan, maar de institutionele voorwaarden waren gecreëerd. En Lyndon Johnson, ik zei u al, de enige politicus waar je u tegen zegt, eigenlijk onder al die presidenten,
creëerde civil rights wetgeving halverwege de jaren 60 die een verdere emancipatorische ontwikkeling mogelijk maakte. Die overigens, voordat we ons gelukkig prijzen, nog lang niet is afgelopen. Als u in Amerika rondreist, dan valt u één ding op. Al het klotenwerk wordt gedaan door mensen met een kleurtje. Witte mensen doen geen klotenwerk. Al die moetsers zijn keihard aan het werk bij 41 graden Celsius om een nieuw teerdek op de weg te leggen. In elk hotel staan 6 portiers voor met een fluitje. Die elkaar beconcurreren voor het fluiten van de taxi. Dat zijn mensen die nauwelijks iets verdienen. De bedoeling is dat u ze $2 geeft. Het is een tipsamenleving, de Amerikaanse samenleving. Als je ook niet hoog genoeg tipt, dan word je op de schouders getikt. En dan wordt je duidelijk gemaakt dat ze 20% tip moeten hebben, omdat ze anders verhongeren. Het is een enorm gezellige samenleving. Ja, wees blij. Nou ja, laat ik daar niet te veel over praten. Ja, dat leidt in de Amerikaanse politiek overigens tot een enorme revolutie. Dat verandert de hele Amerikaanse politieke situatie. Lyndon Johnson zei al, de Democratische Partij gaat stemmen voor de Civil Rights Act. Wij zetten ons in voor de emancipatie van de zwarte. En dat zal betekenen dat in feite het hele Zuiden in no time van democratisch, want dat was het, republikeins zal worden. En zo is het maar net. En ook al die jaren heeft de Republikeinse Partij zo'n enorm handige, impliciete retoriek weten te voeren, waarbij je, als je daar verstand van hebt, kunt lezen van: wij moeten niks hebben van die negers, we gaan ze ook helemaal niet helpen, daar verdienen ze helemaal niet. En als je daartegen bent, dan stem dan op ons. En dat heeft in feite de natuurlijke superioriteit van de Democratische Partij ernstig ondergraven in de loop van de jaren 70, 80, 90. Nou ja, u weet zo'n beetje hoe het gelopen is. Daar voltrekt zich misschien nu door die demografische verandering een soort van kentering in. Als u naar de startpositie kijkt van het electoraal college, ziet u dat de democraten daar eigenlijk iets gunstiger voor staan, dat het voor hen iets makkelijker is om via de swing states te winnen dan dat voor de republikeinen het geval is. Daar komt bij dat de Republikeinse Partij eigenlijk al jaren in handen is van volstrekte halve haren. Dus je mag dat eigenlijk niet zeggen. Daar wil ik ook nog heel kort iets over zeggen, namelijk dat een journalist moet objectief zijn en de democraten zijn even erg als de republikeinen. Dat gelooft u daar toch vooral niets van. Die democraten zijn heel normaal gebleven, ietsje verrechts misschien in de afgelopen 20 jaar. En de republikeinen zijn immens geradicaliseerd. Het is nou dat Bolsjewiek voor links staat, maar het is een partij van revolutionaire stenengooiers geworden. Nou, ze gooien nog niet met stenen, maar metaforisch kun je daar rustig van spreken. Dus objectiviteit is onzin. Zijn ze gek? Ja. Ze zijn echt knettergek. Misschien kom ik er nog over te spreken. Waarom we dat kunnen constateren. En de democraten eigenlijk vrij normaal zijn. In de jaren 60, vanwege al deze bewegingen, niet waar, werd ook het congres, het Amerikaanse beleidsapparaat, onder druk gezet om nieuwe regelgeving te verzinnen. Ik zal een enkel voorbeeld geven, maar als u het na zou zoeken, zou u zien dat er tal van nieuwe instituties zijn gecreëerd die die nieuwe regelgeving gingen opleggen. Maar de EPA, de Environmental Protection Administration, is een prachtig voorbeeld. Die is in die tijd is die opgericht. En die had de bedoeling natuurlijk om allerlei voorschriften ten aanzien van de bescherming van het milieu te maken. En het interessante is natuurlijk dat, u had het nog niet zo bedacht, maar waar zitten we ongeveer? Het was deels op initiatief van het congres, maar ook op initiatief van wie? Van Richard Nixon. En daar zitten we met een heel lastig probleem. Ik heb mijn leven lang Richard Nixon verketterd. Niet waar, tot op zijn zolen toe, zal ik maar zeggen. Was er iets mis met Richard Nixon? Zonder enige twijfel. Zijn retoriek was levensgevaarlijk in allerlei opzichten en ontzettend rechts. Maar als u kijkt naar het beleid van Richard Nixon, dan heeft hij eigenlijk in samenwerking met grote democratische meerderheden in huis en senaat een groot deel van die typische jaren 60 regelgeving gecreëerd. Dat is het wonderlijke van Richard Nixon. Die het ook had over de komende republikeinse meerderheid op basis van die impliciete retoriek tegen de zwarte. En tegelijkertijd was zijn eigen departement van justitie werkte aan de emancipatie van de zwarte in het zuiden. Het is een wonderlijke paradoxale situatie. Maar nogmaals, Nixon, en daarom zei ik het daar straks, Nixon hoort niet tot de jaren 80. Nixon hoort bij de jaren 60.
Nixon deed eigenlijk wat een democratische president in die jaren ook gedaan zou hebben. Wat natuurlijk wel zo handig was gezien die democratische meerderheden in huis en senaat. Eigenlijk besloten ongeveer op dit moment, we zitten nu zo'n beetje halverwege de jaren 70, besloten het georganiseerde bedrijfsleven, zowel het de kleine bedrijfsleven als het grote bedrijfsleven, die besloten eigenlijk dit is onacceptabel. We kunnen dit niet aanvaarden. Weet u nog in Nederland de brief van de 7 grote ondernemers, toen Joop den Uyl had gezegd dat de investeringsbeslissingen vermaatschappelijk moesten worden? Staat u zeker nog wel helder bij? Nou, ik heb niet de indruk, maar goed, zoek het nog eens na. Eigenlijk precies dezelfde reactie als Amerikaanse ondernemers hadden en dan notabene een Republikeinse president, een verrader. En zij begrepen eigenlijk, en zij zeiden ook, dat was de afspraak niet van die consensus, van die Keynesiaanse consensus of het grote compromis of hoe je het precies noemen wilt. We worden er gewoon tussen genomen. Wij moeten alsmaar nieuwe regelgeving uitvoeren en onze winstmarge slinken, want dus dat economische apparaat haperde ook. En dan organiseren zij zich in feite opnieuw. Van New York verplaatsen ze hun kantoren naar Washington. En zij starten eigenlijk met de moderne lobby. Nu zijn er in Washington 10.000 lobbyisten, maar daar begint de effectieve, dikbetaalde lobby van het Amerikaanse bedrijfsleven. En dat heeft onmiddellijk effect. Leest u maar na de eerste maanden van het regime van Jimmy Carter. Op het nippertje is Jimmy Carter gekozen. Vooral omdat Ford zei dat er geen sprake was van Sovjet-overheersing in Oost-Europa. Ja, u denkt natuurlijk dat komt dat hij zo dom was, maar waarschijnlijk heeft hij zijn briefingboek niet helemaal goed gelezen of zo. Nou ja, het was op zichzelf een interessante uitspraak. In die eerste maanden van Jimmy Carter wordt er wetgeving ingediend die onder andere de bedoeling heeft de vakbonden enigszins te versterken, want die hadden eigenlijk veel van hun politieke macht verloren. En al die wetgeving die mislukt. En waarom mislukt die? Door die tip-top georganiseerde nieuwe lobby van het Amerikaanse bedrijfsleven. En met wat voor ideologie werkte dat Amerikaanse bedrijfsleven? Want ook door dat falen eigenlijk van dat Keynesiaanse compromis was er ook een nieuwe economische ideologie nodig. Het leek alsof alles waar we zekerheid over hadden gekregen in de jaren 40, 50 en 60, alsof dat onder onze vingers verkruimelde. In Nederland niet anders dan in de Verenigde Staten. En de alternatieve ideologie was, u weet het prima natuurlijk, het neoliberalisme. Het idee dat die hele ongelukkige economische ontwikkeling van de jaren 70, dat die veroorzaakt werd juist door die bemoeizuchtige overheid. Get the government off our backs, zei Ronald Reagan enkele jaren later. Het hele idee dat de overheid de vijand is, dat belastingheffing een vorm van georganiseerde diefstal is, dat groeit langzaam in de jaren 70. En er was een alternatief bedacht. Er was een Gideonsbende van economen die eigenlijk nooit met Keynes waren meegegaan en die zeiden: de markt is in feite de kern van een efficiënt opererende economie. En die markt die is gekluisterd geraakt. Die markt die moet bevrijd worden. Denkt u aan Milton Friedman of denkt u aan Hayek met zijn markttheorieën? Allemaal hele aardige theorieën. Echte markten bestaan helemaal niet, maar goed, allemaal hele aardige theorieën. En dat werd eigenlijk geleidelijk aan een soort officieel alternatief. En dan nu, een van de essenties natuurlijk van dat neoliberalisme was die deregulering, het afschaffen van regelgeving om die industrieën te bevrijden van de lode last van de praatjes van de overheid. Wie begint er op grote schaal te dereguleren in de Verenigde Staten? Is dat Ronald Reagan? Nee, u begrijpt het dan, het is Jimmy Carter. De hele transportindustrie is al gedereguleerd voordat Ronald Reagan aan de macht kwam. De deregulering van de kleine spaarbanken, die later een werkelijke rampzalige resultaten heeft gehad, begint onder Jimmy Carter. Wat wij vereenzelvigen met de Reagan-jaren is uitgebreid begonnen in de Carter-jaren. Start in 1977. 77
is het speeljaar. He? Denkt u even aan Nederland. Wat gebeurt er in Nederland in 77? Het laatste typische jaren 60 kabinet van Joop den Uyl valt en is eigenlijk een grote teleurstelling geworden. In 77 begint het. In Nederland valt het kabinet den Uyl. We krijgen een overgangsfase. In Nederland begint het neoliberalisme. U weet het, in het najaar van 82. Wanneer er wel een bekwame politicus aan de macht komt, namelijk Ruud Lubbers. Ja, hij heeft rare gewoontes, maar het is een politicus van een totaal ander formaat dan Van Agt en Wiel. Werkelijk een totaal ander formaat. U ziet dus dat zich dat ongeveer in dezelfde tijd afspeelt. En nu heeft u zich ook al gerealiseerd dat Margaret Thatcher in Engeland werd gekozen met een neoliberale agenda in mei 1979. Dit is de wending die zich eigenlijk in de hele naoorlogse macro-economische geschiedenis voltrekt. Eerst is dat een enorm succes, dan ontstaan er problemen en dan switchen we naar een heel nieuwe ideologie. En daar is Reagan het symbool van geworden, maar dat hele apparaat draaide toen al ongeveer 4 jaar. Laten we even, dat is ook heel interessant, alles wordt gedereguleerd. Al in de jaren 80 leidt dat tot de grootste ongelukken, met name de deregulering van die kleine spaarbanken, hè, kleine hypotheekverstrekkers op lokale markten. Die worden gedereguleerd, de directeuren krijgen het hoger de bol en in no time gaan ze bij de honderden gaan ze op de fles of moeten geliquideerd worden door een federale instantie. Dat heeft de Amerikaanse belastingbetaler toen al $160 miljard gekost. Hebben ze er iets van geleerd? Was er iemand die zei, goh, misschien is dat dereguleren wel niet zo'n enorm verstandig idee? Nee, niemand heeft er iets van geleerd. Hè? Wij hebben bijvoorbeeld de woningbouwcorporaties gedereguleerd. Nou, dat hebben we geweten. Hè, de Maserati-importeur die is er rijk van geworden. Ja, steeds waren er allerlei ongelukken en narigheid als gevolg van de deregulering. Maar de deregulering, dames en heren, ik zei het al, was de waan van de dag. Dat was het. Alles moest vermarkt worden. Hè? Weet u nog dat ook onderwijsinstellingen, alles moest als een markt functioneren en dan zou het zonder enige twijfel in no time in de best mogelijke orde komen. En u weet, we hebben in Nederland een voorbeeld waarbij dat op een ronduit magnifieke wijze geslaagd is, de Nederlandse spoorwegen. Een magnifiek bedrijf. Snel, efficiënt, schoon, modern, gratis warme broodjes, buitenlandse kranten. Het is een wonder op aarde, hè, als gevolg van de deregulering. Het zou gewoon meteen opnieuw genationaliseerd moeten worden. Ja, vrijwel overal heeft die deregulering ongeveer dezelfde verrassend negatieve effecten gehad. En toch is men ermee doorgegaan. Daarom zei ik over Bill Clinton, ik ben allemaal gek van Bill Clinton, een leuke man en zo. En jongen, ik zou wel eens een hand willen drukken, want ja, waar die hand dan niet? Nou. De ingrijpende, levensgevaarlijke deregulering van de bancaire sector en de financiële markten heeft zich voltrokken onder Bill Clinton, geadviseerd door Larry Summers. De eerste 2 jaar de belangrijkste financiële adviseur van Obama. Ook zo merkwaardig. En meneer Geithner, nu de minister van Financiën. We weten niet of hij iets zal blijven, maar goed. Onder Rubin, hè, ook zo'n eminence grise in die democratische kring. En dan moet u weten, in de jaren 30 hadden ze al die prachtige wetgeving gemaakt om te vermijden dat het nog een keer zou gebeuren. Dat we nog eens een keer door speculatie en onverantwoordelijke praktijken financieel in de problemen zouden raken. En zo was er bijvoorbeeld wetgeving die het aan depositobanken verbood om speculatieve activiteiten te ontplooien met behulp van het geld wat de spaarders daar op die depositobanken hadden ingelegd. Dat is afgeschaft in 1999. Op voorspraak, was ik nog even vergeten, van de, in feite de patroonheilige van al deze waanzin, Alan Greenspan. Maar hier ziet u dus hoe een enorm beleidsapparaat en ook zogenaamd linkse of progressieve politici in feite meegesleurd worden door de waan van de dag. En zo zijn we aan het begin van deze eeuw diep, diep
in de problemen geraakt. En laten we er nog maar weer eens uitzien te komen. Want dat is het allerwonderlijkste. We zijn in de problemen geraakt door de neoliberale ideologie. En nu denken we dat de oplossingen van dat immense probleem, waar de hele wereld op dit moment mee worstelt, dat die gezocht moeten worden in de neoliberale receptuur. Namelijk dat we draconisch moeten bezuinigen. En waar zijn we begonnen? Met het feit dat de grote depressie alleen is opgelost door de immense productie, niet waar, door de immense stimulans van de Tweede Wereldoorlog. Dan heb je een beetje een idee in welke richting we het zouden moeten zoeken. Gaan we dat ook doen? Nee, gaan we niet doen. We gaan bezuinigen. We hebben ons nu net de dubbeldip in bezuinigd. En wie weet wat ons voorland is. Ja, op dit punt moet ik zeggen, ben ik ook niet helemaal gelukkig met Angela Merkel. Daar zie je aan, dames en heren, dat eigenlijk onze voorlieden eigenlijk altijd erin slagen om precies het verkeerde te doen. We moeten toch nog iets zeggen over die migratie. Want halverwege de jaren 60 wordt de immigratiewetgeving die wordt immens verruimd. En daarna start eigenlijk een geweldig immigratieproces, waardoor de Verenigde Staten, ik zei het u al, nog steeds een sterke demografische groeier is. En als je de projecties ziet, dan is dat indrukwekkend hoeveel inwoners in Amerika, er zijn er nu zeg maar zo'n dik 300 miljoen. Hoeveel illegalen er zijn, weten we niet precies, maar ik schat zeker 20 miljoen, dus 320. En waarschijnlijk zitten we halverwege deze eeuw al op de 400. En het is best mogelijk dat we aan het eind van de eeuw op 500 miljard inwoners zitten. Als u nou bedenkt dat de EU op dit moment 500 miljard inwoners heeft, maar zich totaal niet voortplant. De bevolking van de EU zal waarschijnlijk in de loop van deze eeuw met meer dan 100 miljoen mensen krimpen. Precies het omgekeerde van de Verenigde Staten, die waarschijnlijk, gegeven de projecties, je weet nooit hoe het precies loopt, met een kleine 200 miljoen zielen zal groeien. En een groot deel van die groei is in feite niet afkomstig van het blanke deel van de Amerikaanse bevolking, maar is afkomstig van de gekleurde immigranten. In het bijzonder op dit moment de Latino's. Maar ook de Aziatische immigratie neemt in feite heel erg snel toe. Ik was zelf bij zo'n naturalisatiebijeenkomst en het is verbazingwekkend waar ze allemaal vandaan komen. Maar het viel me wel op dat ruim de helft was evident afkomstig uit Azië. Weet ik veel, kan Formosa zijn, China, het kan van alles en nog wat zijn, maar ze waren afkomstig uit Azië. Het viel me ook op trouwens dat ze geen woord Engels spraken. Dat betekent natuurlijk dat in feite de hele structuur van de Amerikaanse politiek, dat die ingrijpend zal veranderen. En laten we nog even iets zeggen over de Republikeinse Partij, want u wou geloof ik eigenlijk niet van mij geloven dat ze echt knettergek zijn. Wat ze willen is op zichzelf nog wel enigszins begrijpelijk. Want de boodschap van de huidige Republikeinse Partij is eigenlijk, we zijn sinds 1933, sinds Franklin D. Roosevelt aan de macht is gekomen en Amerika voorzien heeft van een min of meer modern overheidsapparaat, zijn wij op de verkeerde weg. Wij moeten terug naar wat de essentie van de Verenigde Staten is. Het ethos van een werkelijk vrije samenleving. Waarbij iedere Amerikaan in staat moet worden geacht om zijn eigen blokhut te timmeren. En als hij vergeten is boodschappen bij de Aldi te doen, dan pakt hij zijn Winchester uit het rek en hij trekt achter de blokhut het bos in en daar schiet hij dan een eland. Of zij schiet een eland, hè, want u weet dat Sarah Palin de briljante verwoorder was van dit soort van wonderbaarlijke sentimenten. Er is in Amerika, zeker bij het conservatieve blanke deel van die bevolking, een immens verlangen. Het is nooit helemaal duidelijk waarna. Zijn het de jaren 50 soms? Het vloeit een beetje in elkaar. Maar ik heb wel eens de indruk, het is nog meer de jaren 20, voor al die revolutionaire veranderingen, dan zozeer de jaren 50. Zij hebben het gevoel dat ze geketend zijn. En dat heeft allerlei hele vervelende effecten natuurlijk, want als je vindt dat belastingheffing dat een vorm van diefstal is, dan ben je tegen alle vormen van verhoging van de belastingen. En het gevolg is dat je overheid komt te zitten met zeer aanzienlijke geldproblemen. En het gevolg is dat je bijvoorbeeld allerlei essentiële zaken die onderhouden moeten worden of opnieuw opgebouwd moeten worden, dat niet kan. Als u naar Amerika gaat en u gaat daar rondreizen, dan zal u toch onvermijdelijkerwijs moeten concluderen
Wat een sleets, beschimmeld, verroest, ongelukkig land is het op velerlei punten. Ja, dat haalt je de koekoek. Want het neoliberalisme heeft 30 jaar gezegd dat de overheid een instantie is die niet deugt. En dat de overheid niks kan en dat je alles aan de markt moet overlaten en dat je geen belasting moet heffen. En nu zitten ze eigenlijk met de gebakken peren. 30 jaar lang is de Amerikaanse infrastructuur ingrijpend verwaarloosd. Ik heb altijd gedacht, geef een alien een huurautootje, desnoods in Nederland van de Green Wheels, en je laat hem 2 weken door Nederland rijden. Min of meer willekeurig. En vervolgens vlieg je hem naar de overkant en je laat hem 2 weken door Amerika rijden. Min of meer willekeurig. En dan vraag je aan hem, wat is van deze 2 landen het meest welvarende land? Nou, dan moet het een hele gekke alien zijn, wil die zeggen dat is Amerika. Nederland ziet er veel welvarender en beter onderhouden en lekkerder in de verf. En nou, je kunt het zo gek niet verzinnen of Nederland ziet er... Ja, er zijn wel plekken in Amerika die er prima uitzien. Boston bijvoorbeeld vond ik geweldig. En Dallas ziet er ook betrekkelijk rijk uit. Maar vaak denk je, God allemachtig, wat een armoe en wat een narigheid is dat in wat een van de allerrijkste landen ter wereld is. En nu moeten we dus even constateren wat de negatieve effecten zijn van die neoliberale agenda. Dat is dus dit punt, volstrekte verwaarlozing van de infrastructuur. Het feit dat het geld aan volkomen verkeerde zaken wordt besteed. Ze hebben in de Koude Oorlog al veel te veel geld besteed. Dat had ook zeker voor de helft van de kosten gekund. Maar nou ja, het voert ons nu te ver om uit te leggen hoe dat precies in elkaar zit. Dat is punt 1, de verwaarlozing van de infrastructuur. Willen ze dat repareren, dat loopt... Als je de berekeningen ziet, in de honderden miljarden om de schade in te halen die ze de afgelopen 30 jaar hebben aangericht. En dan is het tweede punt is dat als gevolg van belastingmaatregelingen, als gevolg van het feit dat er ook drift is in de politiek, drift in de zin dat ze de boel maar hebben laten lopen, dat ze geen corrigerende maatregelen hebben genomen, niet waar, is de inkomensongelijkheid in Amerika nu te vergelijken met Brazilië en China. De 1% waar het werkelijk goed mee gaat in Amerika, die zo'n beetje 40% van de economische groei van de afgelopen 30 jaar hebben opgestreken. Maar eigenlijk gaat het over 0,1%. Al die miljardairs in de Verenigde Staten. In het algemeen, er zijn wel fatsoenlijke miljardairs. Denk aan Bill Gates en zijn inentingen. Ze zijn bereid om je te achtervolgen met zo'n injectienaald. Maar de meeste van die miljardairs, dat is tuig van de riggel. Denkt u aan die meneer Adelson die tientallen miljoenen dollars eerst in Rick Santorum heeft gedumpt en vervolgens in de werkelijke kandidaat van de Republikeinse Partij. Heeft u trouwens dat leuke spotje gezien van Rick Santorum? Dat je in Nederland als bejaarde enorm uit moet kijken om niet tegen je zin geëuthanaseerd te worden. Hè? Ja, je gaat naar de huisdokter en dan voor de griepprik. En dan word je door 2 assistenten beetgegrepen en geëuthanaseerd. En op een stapel gelegd in een kantoortje achter in het gebouw. En alleen als je een rood plastic bandje om je pols had, dat betekent dat je liever niet geëuthanaseerd wil worden. Dat zijn overigens dingen die heel veel rechtse Amerikanen denken. Dus het is niet alleen Rick Santorum, maar hij dacht dat hij daarmee serieuze politieke effecten zou kunnen bereiken. Dat is al een zeer ernstig punt. En ja, die inkomensongelijkheid, u zult zeggen, ach, wat maakt dat uit en zo. Rechtse Amerikanen zeggen, ja, dat is class war, dat mag je niet zeggen, dat is afgunst. Hè? Ja, ik moet denk ik een soort slotwoord spreken. En dat slotwoord, denk ik, dat sluit toch aan bij wat ik u vertelde over de Republikeinse Partij. Hoe gek het ook klinkt, hoe gek ik ze ook vind, hoezeer ik ook het weerzinwekkende leugenaars vind, ik begrijp toch wel iets van dat conservatieve, blanke Amerika in the Great American Heartland. Je zult maar wonen in zo'n klein stadje in Kansas, waar de hele Main Street is dichtgetimmerd. Waar in feite nauwelijks sprake van een toekomst is. Want het geld wordt in Amerika verdiend in de Blue States, kan ik u verzekeren. Daar heerst de welvaart en in dat immense Heartland, daar is het meestal en betrekkelijk droevige boet. Ik heb daar wel begrip voor. En ze beseffen ook dat de greep die ze ooit hadden, de vanzelfsprekende maatschappelijke positie die ze ooit hadden, dat ze die zullen verliezen. Dat een zaak is die onvermijdelijkerwijs teloor zal gaan. En eigenlijk is hun woede
En hun paranoia is het product van die realisatie. Eigenlijk weten ze diep in hun hart wel dat het Amerika van de jaren 50 of zo, u wilt, van de jaren 20, dat dat nooit meer terug zal komen en dat dat ingrijpend zal veranderen. En eigenlijk willen ze daarom ook dat Amerika niet een modern land wordt met een moderne, zorgende overheid. Wat zei Mitt Romney? Het ergste wat Amerika kan overkomen is dat het op Zweden gaat lijken. Waarbij je dan denkt van, nou, hè, dat zouden jullie willen. Dat je de boel zo voor elkaar had in Zweden. Hè. En dan is natuurlijk ook wat er wordt door de marktdenkers altijd gezegd van, ja, verzorgingsstaat, hoge belastingen. Dat leidt tot een niet-competitieve economie. En voordat je het weet, ga je verarmen. En nou, hè, terwijl, wat zijn de 5 meest competitieve staten ter wereld volgens een Zwitsers bureautje? Hè? Zweden? Finland, Singapore, Nederland en natuurlijk Zwitserland, omdat het een Zwitsers bureau is. Dus dat is dat niet gek, dames en heren? Dit zijn allemaal staten met vrij omvangrijke verzorgingsstaten, hè, waar relatief hoge belastingen worden betaald. En dat zijn de meest competitieve staten ter wereld. Waar denkt u dat Amerika stond op dit fijne lijstje? Wat denkt u? Op plaats 14 stond Amerika, hè? Dus wij zijn een veel competitiever economie dan de Verenigde Staten. Is dat geen opmerkelijke zaak? Houd dat in gedachten. Als u weer zo'n kennis heeft, meestal een oudere oom, die weer begint te zeveren en te klooien over uitkeringen en hardwerkende Nederlanders en allerlei andere kletskoek die met de werkelijkheid niks van doen heeft. Overigens ook de term hardworking Americans is in Amerika net even populair als hardwerken hier. Dus de Republikeinen verzetten zich eigenlijk tegen de onvermijdelijke loop der dingen. Of ze nou een president gekozen krijgen, ja of nee, nogmaals, het doet er eigenlijk heel weinig toe, omdat die grotere structurele ontwikkeling, die is onontkoombaar. En daarvoor heb je ook een moderne overheid nodig, die je samenleving zo organiseert als wij in Nederland georganiseerd zijn. Of in Finland, of in Singapore. Nou ja, dat is een dictatuur, maar mits ik de dictator word, zou het zijn. Ja, zou ik ook in Nederland misschien wel tijdelijk misschien op basis van het vrouwenkiesrecht alleen dan. En daarom denk ik ook dat de Republikeinse Partij in zijn huidige incarnatie en met zijn huidige ideologie gaat of onvermijdelijkerwijs ten onder, ergens in de komende 10, 15 jaar, of er is sprake van een ingrijpende herbezinning en evaluatie en het wordt gewoon weer een partij die zich realistisch weet te verstaan met de maatschappelijke werkelijkheid. Het is één van de twee. En u mag zelf bedenken waar u denkt dat het heen zal gaan.